Drie. Rappelhaai. お願いいたします。We gaan blijven zitten en we gaan eerst een paar oefeningen doen, heel specifiek op onze nek. Ja, een paar nieuwe oefeningen ook. Eerst de gewone oefening, we gaan heel groot en langzaam ja knikken. Oké, dan gaan we nee knikken. Dan gaan we een variatie doen op de oefening waarbij we normaal gezien zo ons oor naar onze schouder doen. Maar in plaats van onze hand hierop te leggen, gaan we aan het buitenste of het bovenste oor een beetje trekken aan het oorlelletje. En we gaan met onze ogen ook naar boven kijken. Dus dat we het plafond zien. En dan gaan we met het andere oor richting schouder. Zo. Dus oorlel en ogen naar boven en andere oor naar de schouder. En zo gaan we een tijdje staan. Vraag je iets, Laura? Het is een beetje een rare oefening. Ja, maar het is een goede oefening. Want door het zo te doen, zit ons hoofd in de juiste positie. Dat is de reden waarom. Okay, we doen hetzelfde aan de andere kant. Dus we trekken aan ons oorlel richting het plafond. We kijken naar het plafond. Maar het andere oor gaat richting schouder. Nu nog een oefening die we niet vaak doen, is nu gaan we, wacht hoor, dus de hoogte is hetzelfde van mijn hoofd en van mijn kin, maar ik ga schuiven van voor naar achter en zo. Ik noem dat een dubbele kin maken, dus zo schuiven. Oké. En dan gaan we nog op een andere manier schuiven. En dat is zo. Van links naar rechts. Maar ons hoofd blijft eigenlijk op dezelfde hoogte. Okay. Dan gaan we de halve cirkels doen die we kennen. Dan de andere helft. Oké. Okay. Dan gaan we de rechtstaande ophouding doen. De tenen een beetje losmaken. Enkels. De knieën. En hier ons heupgewricht.
komt. Maar een beetje los gedaan. Sorry als je iets van haar geluid hoort, maar mijn zus is tv aan het kijken, dus kan zijn dat het er daar gaat. Dat is allemaal niet zo erg. Oor of oren, eerst de buitenrand, cirkels, oogkast, onze neus. Nog twee keer. Eerst dit. En dan onze kaakbeen. Goed. Dan gaan we die oefening doen. Dus die we regelmatig doen, maar niet elke opwarming. Dus we beginnen zo en dan... Dan naar beneden, dan terug naar boven draaien, draaien naar beneden en zo zitten. Zo. Ja, mag zo ook of zo. Ja. Oké. Goed, maar nu gaan we gaan die een beetje anders doen. Dus het begint dan met de manier waarop we staan. Dus we gaan heel duidelijk, oké, één voet zwieren links, één voet zwieren rechts of omgekeerd. En we gaan onze waterballon, hè, die grote waterballon van vorige week, die hier aan de onderkant van ons lichaam, eigenlijk aan onze harren hangt, die gaan we weer hangen. Ja. Dus als we zo staan, dan is dat om plaats te maken voor onze waterballon. Maar we hebben dan ook onze lange armen. Die zijn lang. Ja. En de kern van onze beweging en van onze kracht zit hier in onze harren. Dat beeld nemen we mee. En als we zo uitslaan, dan gaan we ook aandacht hebben voor onze rug. Dus ik ga het eventjes tonen met een zwaard. Dus als ik zo sta, ik heb die waterballon, maar ook mijn rug. En mijn rug is heel belangrijk hier. En ik wil die rug zo breed mogelijk maken. Ik ga het met twee zwaarden tonen. Dus die rug is meer dan alleen maar één ruggengraat. Ik ga proberen heel mijn beweging die rug een beetje breder te maken. Zo breed is die rug. Dus er echt rekening mee houden dat die meer is dan alleen maar de ruggengraat en die ruggenwervels. Dus hoe doen we dat? We gaan dat eerst traag doen. Dus al de manier waarop ik sta. Als ik zo sta, dan heb ik een heel smalle rug. Als ik zo sta, dan heb ik die brede rug.
En dan gaan we ook een brede versie doen van de oefening van daarnet. Dus in plaats van zo, strak, zo, nu overdrijf ik. Hè. We gaan nu heel breed werken. En ook hier doen we die versie. Heel breed en open. Ja, dus vanavond doen we het zo, Laura. Dus je eindigt met je armen open. Ja, want we moeten plaats hebben voor onze waterballonnen. Dan nog eens. En daarbij komt er nog een uitdaging. Dus als ik zo sta, dan valt dat mee met mijn brede rug. Ja. Maar eens ik zo naar achteren buig, dan hebben veel mensen de neiging om dan die rug weer kleiner te maken. Ja. Dus je kan dan misschien zien aan mijn schouder dat het risico is dat ik zo doe. Ja. En dat ik hier weer zo'n heel smalle rug maak. Maar dan, dan is dat eigenlijk geen goede opwarmingsoefening. Ja. Want dan verkramp ik. En een goede opwarmingsoefening zit ook die stretch in, die brede rug in. Dus hoe doen we dat? We gaan... Dus eigenlijk met een brede, bolle rug gaan we toch proberen om zo naar achter te buigen. Dus hoe doen we dat? We doen dat door onze heupen en onze knieën goed te gebruiken. Ja, zo lukt dat. Dus dit blijft mooi open, mijn rug. En door mijn knieën en mijn heupen te gebruiken, kan ik zo doen. Dus we doen die oefening nog eens en we letten daarop. Dus onze rug blijft breed, ook als we naar achteren buigen. Oh. We gaan dat nog 4 keer doen. Hè? Je weet nu waar we op letten. Dus vooral die brede rug en dit hier allemaal gebruiken, de knieën. Ja. Nog 3 keer. Ja? Ja. Nog 2 keer. Het is een brede rug, hè? Laatste keer. Okay, mooi. Nu gaan we het een beetje opdrijven en we gaan wat squats erbij doen. Weet je of je dat kent, squats? Maar dan gaan we... En daar komt ook weer die knieën bij kijken van daarnet. Hè? Die knieën die we nodig hadden om erachter te buigen. Maar nu blijven we met de rechte bovenkant. En we gaan zo doen. Dus nu is de kunst, als we squatten, dat onze knie niet voorbij onze tenen gaat. Dus niet naar voren. Dat is heel ongezond. Dus het is eigenlijk gaan zitten bijna. Dat is een squat. Dus niet zo, maar naar achteren zo gaan zitten. En we komen telkens ook weer recht. Dus zitten, recht, zitten, recht. En we doen onze armen erbij. Dat is vaak zo in Aikido dat we heel ons lichaam gebruiken. Zitten, recht, zitten, recht. Doen we 20 keer. Oké? Okay? Ja. Ik ga niet tellen, doe het gewoon 20 keer. Je zal wel zien wanneer we stoppen. Gaat je mee? Nee. Okay. De volgende oefening die we gaan doen is pompen zoals vorige week. Dus dat is een pompoefening waarbij we redelijk diep kunnen gaan vooraan met onze ellebogen, maar dat niet zo belastend is. Dus we doen dat door op onze knieën te pompen. Zo. Dus let op, dit is fout. Ja, dit is fake. Dat is vals spelen. Het is effectief wat pompen, dus... We zien dat aan de voeten.
Dus mijn lichaam gaat echt naar beneden en mijn voeten gaan omhoog en omgekeerd. Zo is het. 20 keer. Lukt dat? Ik heb net niks van mat. Heb je niets van mat? Niks. Dan zou je best zo pompen. Ja. Zo. Ja, maar ik heb al heel de week last van mijn schouder, dus ik wil niet heel mijn lichaam belasten. Ja. Allee, op mijn schouder laten komen. Dus ik doe deze versie. Wacht. Ik heb wel iets zacht. Ja? Slim? Ja, ik heb het net gekomen. Oké, nog beter. Wat is er? Ik heb ook wel een mat. Super. Oké, dus. We doen het zo. Met de knieën en de voeten in de lucht. En aan de voeten zie je of je de oefening goed doet of niet. Kijk, zo doe ik ze goed, want mijn voeten gaan in de lucht. 20 keer. En 20. De volgende oefening is een soort buikspieroefening. Waarbij we zo zitten. En dan afwisselend tikken. Dus zo ziet het eruit. Ja. Okay. Gaan we 40 keer doen. Dus 20 keer aan elke kant. Ja. Gaat een beetje langer duren. Oké. Was er nog een oefening? Ja, een experimentje. Planking heet het in het Engels. Planken zeker, ja, in het Nederlands. Ja. Kan je dat? Ja, ik heb al geplankt meerdere keren in mijn leven. En kan je dat? Ja. En kan je dat lang? 1 minuut. Amai. Allee, okay. Kon ik. Dus ik weet niet of dat nu kan. Ik... Voor je rest weet ik nog dat iemand heeft gezegd tegen mij, stop alsjeblieft ermee. Dat moet je niet te moeilijk maken, maar ik, ja. Ik begin na 15 à 20 seconden begin ik al enorm te bibberen. Dus ik kan wel verder doen, maar het is met enorm veel gebibber. Ik denk dat ik bij 35 al zo denk van, ja, nu heb ik al iets gedaan. En daarna, bij 1 minuut, heb ik echt van, ja, nu moet ik stoppen. Ja. Maar ik kan het wel een tijdje. Oké, we proberen. Het is gewoon als opwarming, het is geen wedstrijd. Ja. Dus we zien wel. Oké, houd je mee. Houd je mee.
Geen orde. Dat is wel voldoende. Je moet toch wat krachten hebben voor de rest van de training. Super. Ik heb nog voldoende kracht, hè? Ja, ik zie het. Ja. Oké. Goed, het thema van vandaag. Dus die waterballon die blijft sowieso, hè, altijd in Aikido. Dat is deel van de goede beweging en de goede houding. Maar als puntje, als lespuntje ga ik dat een aantal weken nog behouden. Waarschijnlijk zelfs tot kerstmis. En ik ga er telkens iets aan toevoegen. En vandaag wil ik het vooral combineren met Atimi. Weet je nog wat Atimi is? Ik denk dat we misschien 1 of 2 lessen rondgewerkt hebben vorig jaar. Ik herken het woord wel van ergens, maar ik ben vergeten wat het is. Ja, dat is niet zo erg. Het zou het enorm straf gevonden hebben, moest je het nog geweten hebben. Ik ga een voorbeeldje geven. We gaan eerst een stukje van de oefeningen van vorige week opnieuw doen. En dan ga ik de atelier eraan toevoegen. Dus we gaan eerst de oefening met Tai no Tenko en onze waterballon terug wat inoefenen. Dus Tai no Tenko is wanneer iemand onze pols schrijft. Ja. En we staan zo. En wat is er belangrijk? Zeker ook met die waterballon, dan weten we dat we niet één lijntje zijn. Als lichaam zijn we 3D. Dus we gaan ook hier ervoor zorgen dat onze hara, waar onze waterballon aan hangt, dat die onze aanvaller blijft zien. Dus ik ben een beetje weggedraaid, maar niet volledig. Dus hier op die lijntje kan je dat goed zien bij mij. Dus op die lijn word ik aangevallen. Mijn hara kijkt niet volledig recht in de richting van die lijn, maar ook niet zo. Dus ook niet loodrecht erop. Het is ongeveer ertussen. En ik sta hier ook niet met gestrekte benen of gestrekte knieën. Nee, ik denk aan die... Ja, zie je, dat is het verschil. Dat is die waterballon. Daarom is dat zo'n sterk beeld. De waterballon, dat weet je meteen. Dan gaan de meeste mensen meteen die goede houding hebben, die goede Aikido-houding. Dus recht van boven. Je ziet het ook aan mij. Ik word aangevallen aan mijn pols. Ik sta goed in een goede starthouding. Ik gebruik ook mijn andere arm erbij. Dus dat is wel belangrijk dat we de twee gebruiken. En dan doen we Tenko. En Tenko, dat is een van de basisbewegingen in Aikido. Dat zijn, we worden aangevallen, dus we gaan indraaien. Ja. Dat is de bedoeling van Tenko. We draaien in en we staan zo. We hebben daar vorige week ook nog de worp bij gedaan. Dat moet vandaag nu eventjes niet. We gaan het vooral hierop hebben. Dus dan gaan we nu eerst 8 keer inoefenen. Dus dat we terug die beweging in ons lichaam hebben vandaag. Tai no Tenko. Hajime. Oké. Het is belangrijk, Laura, als ik jou bezig zie, dat die tweede hand niet aan jouw lichaam kleeft. Dat er wat plaats tussen is. Alsof er hier ook een soort ballonnetje of zo tussen zit. Ja. Misschien lijkt het dat dat tegen mij zit, maar ik doe echt zo. Ah ja, oké. Dat zal het beeld geweest zijn. Ja, goed zo. Wat is er nu een nadeel? Ja, dat is goed even, Laura. Wat is er nu een nadeel als we die oefening alleen doen? Voordat we het weten, wordt het een dansje. En doen we zo, en zelfs al beelden we ons in dat we aangevallen worden, het risico is dat we heel mooi onze armen een beetje naar beneden doen, maar ook al beginnen bewegen. En dan mooi zo eindigen en zo staan. En op zich zit daar heel veel Aikido in, maar het is niet echt een kata. Het is niet echt de oefening doen zoals die hoort wanneer je aangevallen wordt. Dus dat is een groot risico. Vandaar dat we iets in onze hand gaan nemen. Ja, dat gaat een beetje helpen. Dus je mag je stift nemen, Laura.
Dus wat ga ik doen? Dit scheelt al. Als ik zo sta, dan heb ik al veel meer dat beeld van een andere persoon die ergens meedoet in mijn beweging. En dan is er nog iets aan de hand. Als het een mooie, bijna dansbeweging zou zijn, dan ga ik tegelijk mijn armen bewegen en mijn lichaam bewegen en zo indraaien. En daar lijkt het ook wel op, maar er is iets heel belangrijks. Het is de bedoeling dat de andere persoon uit het evenwicht valt. Dus ze moeten weg zijn, maar ook niet te vlug weg zijn. En het is vooral ook dit hier. Dus die beweging van onze arm die naar beneden gaat. Dat doen we dan tegelijk met onze twee armen. Dus onze armen gaan naar beneden en we gaan nog niet direct draaien. Terwijl die armen naar beneden gaan, gaan wij met onze knieën ook een beetje naar beneden. Onze knieën worden eigenlijk een beetje soepeler. Onze armen ook. En dan gaan we indraaien. En dan eindigen we zo. En wat daarbij ook helpt is... onze Hara, die heeft eigenlijk een tweede set ogen. Want het is belangrijk dat we altijd een blik hebben op onze partner. Maar in deze beweging is dat moeilijk. Want als ik zo indraai... Ja, dan zie je mijn partner niet, want die staat hier achter mij. We hebben ogen overal. We hebben ogen op onze Hara. En we hebben ogen op onze handen. En bij uitbreiding op onze tanto, ons dolk of onze wapens in onze handen. Dus vandaag is dat jouw stift. En bij mij mijn afstandsbediening. Daar staan oogjes op. Dus oogjes op de Hara, oogjes op je stift. We doen de oefening van bij het begin. En... Dus terwijl onze handen naar beneden komen en onze knieën ook een beetje soepeler worden, dan gaan we indraaien. En hoe meer ik indraai, hoe minder de ogen van mijn Hara kunnen kijken naar mijn partner. Maar dat is niet erg, want mijn handen draaien en de ogen van mijn afstandsbediening, dus die knopjes hier, die kijken mijn partner aan. Dus als ik dan op het einde van de oefening zo sta, dan zijn die ogen echt gericht op mijn partner. Samen met die duim. Ja. Maar die stift bij jou en bij mij, de afstandsbediening, maakt het een beetje concreter, een beetje duidelijker. Dus we gaan nu die oefening doen. We gaan dat nu 8 keer traag doen in verschillende richtingen. En echt rekening houden. Denk aan, doe het traag en denk aan de ogen op je Hara. En dan de ogen op jouw stift. Oké? Gaat je weer. Oké, we gaan de oefening nu nog een beetje verder doen. De vorige keer hebben we geoefend op de achterwaartse worp en de voorwaartse worp. In Basenjuku doen we ook vaak nog een andere worp die heel erg lijkt ook op Shigunage. Dus Tainotenko Shigunage. En dat is deze. Dus we beginnen zoals we net hebben geoefend. Onze knieën worden een beetje soepeler. Onze handen gaan naar beneden. En dan veranderen we die ogen. En wij draaien ook. En dan moeten we die partner nog via, eigenlijk met onze ogen en via onze verdere beweging naar beneden leiden. Dus we gaan die laten vallen. Nu doen we dat. Wij draaien. Zo.
En bij die draai, als ik sta hier, bij die draai, want ik draai nu echt met mijn rug naar mijn partner, dus ik zie die absoluut niet meer, maar het zijn de ogen op een afstandsbediening die hier zo kijken en onze partner naar voren laten vallen. Dus wat is daarbij belangrijk? Als ik hier die zwarte lijn neem, dus ik word op die lijn aangevallen, ik doe mijn oefening van daarnet, ik sta nu naast mijn partner, het is belangrijk dat hij naar daar valt. Dus die is vandaar gekomen en gaat ginder eindigen. Dus mijn ogen blijven kijken, ik draai, zie je? En die ogen blijven zelfs kijken, zo, totdat hij op de grond neervalt. Kijk, dus mijn ogen kijken en die zien hoe mijn partner op de grond valt. Ik ga het nog eens doen. Ik ga het in twee richtingen doen. Dus eerst in die richting. Okay, en dan zo. Nog eens doen. Dus ik word wel weer van daar aangevallen, maar nu zie je de andere kant. Doe eens dat ik eens zie dat je oefening kunt. Ik snap het draaien niet goed. Wat lief? Ik snap het draaien niet goed. Langs welke richting, langs welke kant? Ja, ik ga het nog eens tonen en heel traag doen. Dus de eerste keer, die kan je, die draai, ik draai in. En dan, ik draai eigenlijk naar mijn rugzijde. Zo, dus dit helpt hier. En zie wat mijn elleboog doet, mijn vrije elleboog, dus zonder wapen. En de arm met wapen gaat langs de bovenkant blijven kijken naar mijn partner. Doe nog eens, ik ga nog eens kijken. Perfect, dat is het. Okay. Dus doe dat nu 8 keer, zodanig dat het erin zit. Hè? Een beetje drillen. Ja. Had je mee? Had je mee. Doe nog eens. Ah, oké. Okay. Maar je gooit je niet. Dus je gooit je op het einde op een verkeerde manier. Helemaal op het einde. Het is alleen maar het einde. Jouw draai was goed. Dus ik ga eerst eens tonen wat jij gedaan hebt, Laura. Kijk eens. Dus mijn aanvaller komt hier. Komt van die kant. En is op weg naar daar. Het is dan ook de bedoeling dat hij daar op de grond ligt. Dus hier kijk ik naar mijn aanvaller. En op het einde van de oefening kijk ik daar naar de grond waar die ligt. Dus dit doe je goed. Dit doe je goed. Dat ook. Dit doe je ook goed. Maar dan op een of andere manier, ja, alhoewel. Maar het zag er precies de andere richting uit wat je deed. Dus het is de bedoeling
Wat dus, is daar voor de conflict? Ik sta hier en uiteindelijk komt die partner hier te vallen. Ja, klopt. Dat deed ik toch? Ja, het was iets dat je armbeweging doet nog eens. Ah ja, toch. Maar ik weet al wat het is, waarom het er raar uitzag. Dus jij gooit weg zo en je kijkt er niet naar. En wat ik doe is zo. Zie, ik kijk ernaar, mijn Hara kijkt ernaar. Dus eigenlijk op het einde kijken al je ogen. De ogen van je Hara, de ogen van je stift en je eigen ogen. Doe dat nu nog 4 keer en let ook op dat einde. Dat je met alle ogen kijkt. Ja. Zo? Ja. Veel beter. Nog 1 keer. Oké. Okay. Dat is deel 1 van onze Aikido-oefeningen. Deel 2 heet Irimi. Dus wat we nu gedaan hebben is Tainotenko. En Tainotenko gebeurt heel veel in Aikido. Het principe van, ik word vandaar aangevallen door iemand die daar die kant aan het kijken is. Dus ik doe een beweging waarbij ik ook die kant zie. Dus ik noem maar meekijken. Tainotenko is je draaien en meekijken naar de kant van de aanvaller. We doen dat niet altijd. Er zijn ook momenten, dat heet irini, waarbij we gewoon binnenkomen. We kunnen het ook combineren. Ik ga het eenvoudig houden vandaag. Dus de basis is, ofwel draaien we, Tainotenko, ofwel gaan we gewoon meteen instappen. Dat is ook iets heel verrassends vanuit Aikido. Een van de sterke elementen van Aikido. En een mooi voorbeeld daarvan is, als we ons inbeelden dat we een shomen krijgen. Naar het hoofd, de shomen. Maar het eerst eventjes doen zonder wapen. Dus we krijgen een shomen en we vangen die op. Dus eigenlijk spiegelen we. Dus het eerste wat we doen is spiegelen. We doen hetzelfde als onze aanvaller. En dan gaan we gewoon instappen. Dus we gaan ook naast... Mijn matjes verschuiven nog makkelijk. Ik moet een beetje kalmer doen. Dus we gaan ook naast onze aanvaller staan, maar deze keer kijken we niet in dezelfde richting. Inderdaad. Dus we vangen op en we gaan ernaast staan. Nu, als we opvallen en we gaan ernaast staan, dan blijven onze armen wel redelijk hoog. Dus die blijven hier. Ja. En niet te ver. Zodanig dat we nog... Dus eigenlijk onze oefening van daarnet, weet je nog, die opwarmingsoefening waarbij we zo deden? Ja. Ja? Dus dat onze rug goed breed blijft. Ja. Dus wat gebeurt er als we een shomen opvangen? Ik ga die kant doen. Als we een shomen opvangen en we gaan te diep erin stappen, dan heb ik weer een te smalle rug. Dan heb ik hier alles samengeperst tussen de schouderbladen. En dan ben ik niet meer krachtig, dus dan kan ik mijn Hara niet goed meer gebruiken, kan ik geen Aikido doen. Dus niet overdrijven. Gewoon alleen maar instappen voor zover nodig is. Dus we doen dat. Dus ik ga hier een lijntje trekken. Was ik aan het overdrijven? Je mag gewoon niet overdrijven, want dan ben je niet meer goed bezig. Ja, ja. Dat is het risico. Hè? Dus stel nu, dat is hier waar de andere persoon staat. Hè? De hoogte. Die valt me aan met de shomen. Ik vang die op. Wacht hoor, moet je dat inbeelden? Hè? Ja, nee, zo. Dus ik vang dat op. En als ik te ver instap, nu ben ik samen geperst van achter. Dan ben ik niet meer krachtig. Dus dit is hier te ver van achter. Dus kijk, ik ben te diep ingestapt. Wat is veel beter? Ik vang op en ik stap zo in. Dit is genoeg. Nu sta ik ernaast, heb ik nog een brede rug. En kan ik nog al mijn capaciteiten, heel mijn lichaam gebruiken om bijvoorbeeld Iriminage te doen of om andere dingen te doen. Dus ook zo'n puntje, ik heb hier iets gelegd. We gaan dat nu
Vier keer links en vier keer rechts inoefenen. Gewoon het instappen. Het gedoseerd instappen en checken of je rug nog breed genoeg is. Oké, gaat je mee. Oké, nu gaan we terug voor jou, jouw stift en ik mijn afstandsbediening nemen. Dus onze huisdolk. Ah ja, ik heb vergeten uit te leggen daarnet wat de atomie is. Dus de atomie zijn eigenlijk die oogjes op onze huisdolk. Dus atomie wil zeggen dat we eigenlijk voor een tegenaanval zorgen. Ja. Dus als ik zo doe en als mijn afstandsbediening kijkt naar mijn aanvaller, ja, dat is intimiderend. Hè. Die aanvaller is daarvan onder de indruk. Dat lijkt een tegenaanval. Dus dat is een atomie. Dus wat we vandaag doen hiermee, dat is allemaal atomie. Atomie geschreven. Wat? Dit is atomie doen. Ja. De actie, hè. Niet het ding, het voorwerp. Atomie is geen voorwerp. Atomie is een techniek. Ja, maar nu weet ik van waar ik het had gehoord. Je had gezegd, ook bij dit hand als atomie gebruikt. Ja, dat is ook een atomie. Ja, er zijn hele soorten atomies, inderdaad. Was daarvan de... Ja. Klopt. En in andere krijgskunsten, Japanse krijgskunsten, gebruiken ze ook af en toe atomie als woord en als techniek. Maar in sommige krijgskunsten is het een echte aanval. Niet de eerste aanval, dus de eerste aanval komt van de aanvaller. Maar er zijn bepaalde karate-stijlen bijvoorbeeld, die dan ook echt een stoot teruggeven als antwoord. En dat heet ook atomie. Maar de atomie in Aikido heeft in principe niet de bedoeling, en als je Aikido goed beheerst, dan is het ook zo, dan is dat altijd zo. De atomie in Aikido heeft niet de bedoeling om jouw aanvaller of jouw partner te beschadigen. Maar die weet dat niet. Het is eigenlijk een soort, een beetje een fop tegen aanval. Maar het is niet omdat het een fop tegen aanval is, dat het niet belangrijk is, in tegendeel. Eigenlijk zit atomie in alles wat we doen in Aikido. Dus hoe meer je met Aikido zal bezig zijn, hoe meer je ook zal beseffen waar je overal atomie moet insteken. Stap voor stap. Vandaag is het hier niet. Dus we doen dat bij die tweede oefening, bij de Irimi-oefening. Wel, ik word aangevallen op Shomen. Ik vang die op. Ik doe Irimi, dus ik stap in. En we noemen dat instappen, maar ik stap daardoor eigenlijk naast mijn partner. Wel, als ik hier sta, dan heb ik weer hetzelfde probleem van daarnet. Mijn ogen zien mijn partner niet meer. Ja. Zelfs mijn hara, die nu wel gelijnd staat naast mijn partner, maar de ogen op mijn hara zien mijn partner niet meer. Dus het zijn de oogjes, of het is mijn wapen hier, of bij mijn afstandsbediening, dat is het enige stukje dat nog kan kijken naar mijn partner. Dus daar zit de atomie. En dat is dan ook het effect dat het heeft. Hè? Dus het feit dat die arm hier blijft, met dit hier, dat heeft effect. Ik ga dat een beetje vergroten. Als ik dat met het zwaard toe, dezelfde oefening. Ik word aangevallen op Shomen. Ik ga die kant doen. Nee. Ik ga het zo doen. Dus ik word aangevallen. Ik sta zo. Ik stap in. En als dat met de zwaard is, hier. Dit is intimiderend, hè? Dit is gericht op het hoofd van mijn partner. Dus ik moet maar zo doen. En die heeft enorme hoofdpijn. Of misschien zelfs een schedelbreuk. Dus dit is echt wel een wapen. Dat is nu niet de bedoeling, maar het is een manier om onze partner een beetje in bedwang te houden.
en om onze eigen oefening te kunnen uitvoeren. Goed, dus we gaan eigenlijk dezelfde oefening doen van daarnet met ons huiswapentje in de hand. En we gaan ons dat telkens ook inbeelden. Dus ik heb hier ogen, ik heb mijn eigen ogen, maar dit hier is ook een en al oog. Ik word aangevallen op Chemin, ik vang op, ik stap in. Ik zie mijn partner bijna meer, maar geen nood, want mijn afstandsbediening heeft nog alle blikken gericht op de partner. Dus geniet daarvan. Denk aan die ogen die nu de partner zien, opvangen, instappen en de ogen op jouw wapentje zien jouw partner nog. Dus denk daar telkens aan, nu we die oefening 16 keer gaan doen. Dus 8 keer links, 8 keer rechts. Gewoon als drill, dat je beseft wat het nut is van die ogen daar. Oké? Had je niet. Goed. En nu het einde van deze oefening, we moeten die persoon ook werpen. Hè? Het is een worp, Iruminage. We gaan daar een eenvoudige worp van maken voor vanavond. Dus we worden aangevallen op Chemin. We vangen op. We doen Irumi, dus we stappen binnen. Deze oogjes kijken naar onze partner. Maar die partner heeft een beweging richting die kant. Hè? Dus de tegenstelde richting van mij. Wel, ik ga die partner een beetje laten verder lopen, die beweging. Doe dat vertraagd, zo. En dan gaan we die werpen. Tjuf. En het zijn weer de ogen ook van onze afstandsbediening of van jouw stift. Die kijken naar de neergevallen of de geworpen partner. Gaat dus die richting tonen. Oké, dus ik vang een Chemin op. Ik stap in. Irini. Maar die is naar daar aan het gaan, naar het kijken. Dus ik begeleid die een beetje naar daar. En dan een soort, ja, bijna een spiraalbeweging. Dus we doen nu een oefening 10 keer trager dan in het echt. Hè. In het echt is dat iemand die komt afgelopen met een stoot en gaat dat heel vlug. Ja, maar we doen het nu heel traag. Ja. Maar om het goed te leren, moeten we het eerst traag doen. Hè. Dus opvangen. Irini, binnenstappen. En we laten die een beetje verder en we gooien die. Ja? En het is echt, die arm met jouw wapen is daar heel belangrijk in. Ja, en natuurlijk ook jouw lichaam. Hè? Dus ook op het einde, zoals daarnet bij de vorige oefening met Taiwotenko, op het einde, ik heb die geworpen, de ogen van mijn afstandsbediening kijken, de ogen van mijn hara kijken en mijn eigen echte ogen kijken naar mijn partner, die daar nu ligt. Oké? Okay. Goed. Dat doen we 12 keer. 6 keer elke kant. Gaat je weer.
Doe die oefening nog eens luider, maar denk nu ook eens aan die waterballon die aan je haren hangt. Ja, want die was even weg. Doe nog eens. Ja. Nu ben ik... Oh. Ja, op het einde... Het is vooral op het einde dat ik dat zie. Zo, ook hier. Echt goed breed en stevig staan. En dan... ook als je die werpt. Zie je? Het is maar heel mijn lichaam. Ja, en ook mijn knieën. Dus ik sta heel... Ik weet niet of je dat goed ziet, maar ik sta nogal breed en stevig. Ja, twee meter. Ja. Ja, nee, ik kan niet breder gaan dan dit. Oké, wat is goed? Dat is genoeg, wat deze oefening betreft. Ik wil als cool down nog een oefening meegeven. Dat is een ademhalingsoefening. Die geef ik graag mee, omdat een ademhalingsoefening vaak heel veel voordelen heeft. En zeker in de lockdown, als je vaak binnen zit en zo, en ons immuunsysteem, ook daar is het belangrijk voor. En een oefening, we gaan het niet volledig doen, want het duurt te lang. Als ik ze doe, in mijn tempo zit ik al gauw aan 7 minuten, dat gaan we niet doen. Maar ik ga wel het principe uitleggen. Ten eerste, goede ademhaling doen met onze buik. Goed diep met onze tweede neus die op onze buik staat. Dus alsof we met onze buik in- en uitademen. Maar bij deze oefening gaan we een specifieke houding doen. Dus we gaan onze armen onder onze oksels steken. Zo. Ja, zo gekruist. Ontspannen. Ontspannen schouders. En dan gaan we gewoon, terwijl we in stijl zitten, heel rustig diep inademen met onze buik. Okay. We hebben nu ongeveer 10 keer ingeademd, denk ik, in die houding. Dus de oefening op zich is 36 keer ademen in deze houding. En als ik dat doe heel traag, dan zit ik zo tussen de 6 minuten en een half en 7 minuten. Ik doe dat trouwens onder een koude douche, ijskoude douche. Moet je niet doen dan mij, hè? Ik heb niet van ijskoude douches. Echt niet. En je ijskoude douches? Echt niet. Ik kan nee, maar je moet het ook niet doen. Ik denk dat je er ook nog een klein beetje te jong voor bent. Je had ook zo challenge dat je had gedaan. Ja. Zo even onder ijskoude water. Ik heb hem niet gedaan. Nee, zoals die 10 seconden? Nee? Oké. Okay. Dan moet je dat niet doen. Op een dag, als je op een dag is echt wil doen om een of andere reden, dan kan je dat doen. Nee, maar dit werkt ook gewoon droog, hè, en warm. Dus in deze houding 36 keer heel goed in- en uitademen. En deze houding, volgens de Oosterse filosofie, zorgt ervoor dat er een heel goede stroming is van alle meridianen in je lichaam. Hè, als je zo zit. Vandaar dat dat een goede houding is om die ademhaling te doen. En naar het schijnt, als je dat 36 keer doet, dan is dat een volledige oefening. Een volledige doorstroming. Voilà. Dat was het voor vandaag, de les. We gaan afgroeten. Ja. Rie. Ropohai.
Arigato gozaimasu.